Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe video op ons YouTube kanaal. Vandaag heb ik voor jullie een Shein haul. Ik krijg constant vragen als ik bij Shein bestel, als ik het dus kan laten zien, hoe de maten vallen, hoe lang de levertijd is en al die dingen. Dus dat ga ik vandaag allemaal in deze video beantwoorden voor jullie. Als eerste wil ik even zeggen, ja, ik zit al in een bikini, maar het is echt 30 graden of zo buiten. Dus het is super warm en ik heb de hele tijd buiten gezeten. Dus ik dacht, ik hou die ineens aan, want deze heb ik ook besteld op Shein. Maar ik ga beginnen met de vragen voordat ik de kleren ga laten zien. Als eerste krijg ik heel vaak de vraag, hoe lang duurt het eer het pakketje bij u is? Dat hangt ervan af. Ik heb mijn pakket nu zelfs al op een week gehad. Soms is dat 2 weken, soms is dat 3 weken, maar maximum 3 weken. Dan krijg ik ook de vraag als de site wel betrouwbaar is. Ik snap niet waarom dat mensen denken dat dat niet betrouwbaar is, maar oké. Voor degenen die denken dat dat niet betrouwbaar is, jawel, dat is een heel betrouwbare site. Ik heb er echt al heel vaak op besteld, al zeker meer dan 20 keren. En ik heb nog nooit problemen gehad. Altijd is alles aangekomen. En ik heb nooit problemen gehad op de site. Dus het is wel degelijk betrouwbaar en echt. Dan krijg ik ook nog heel vaak de vraag hoe je qua maten moet kijken. En welke maat je moet nemen. Natuurlijk kan ik niet zeggen voor u van jij moet maat medium nemen, jij moet maat large nemen. Want dat weet ik niet. Maar ik heb meestal een small. Maar ik neem op Shein altijd medium. Omdat het een Chinese site is. Dus de maatjes toch wel iets kleiner vallen dan normaal. En in bikinis heb ik van boven een medium. En van onder een small. Maar ik neem dan altijd een setje in een medium. En het broekje past mij altijd perfect. En het bovenstuk ook. Ik heb ook al eens een small in een bikini genomen. Maar die was mij dan wel weer te klein. Dus ik ga wel altijd een maatje, ja, groter, toch in de playsuits en zo. En bikinis heb ik meestal wel een medium, maar in veel winkels kan ik ook nog wel een small aandoen. Dus in Shein neem ik altijd een medium. Dan krijg ik ook de vraag als de dingen echt zijn zoals ze op de site zijn. En in mijn geval heb ik nog nooit problemen gehad. Ik heb 1 keer een bikini gehad die mij te klein was, omdat ik gewoon een small had besteld in plaats van een medium. Maar voor de rest, alles wat ik heb gekregen was altijd perfect hoe dat het eruit zag op de foto. Dus in mijn geval kan ik zeggen ja, alles is hetzelfde. Dan kreeg ik ook nog de vraag als je kunt retouren. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben iemand die nooit retourt. Ik snap niet dat mensen retouren of, maar dat is, ja, dat ligt gewoon aan mij. Ik ben gewoon lui om te retouren. Ik denk dan altijd, ik verkoop dat wel in een, ja, closet sale of ik geef dat aan vriendinnen of aan mijn mama of mijn zus of weet ik veel. Ik retouren nooit. Dus ik heb ook nog nooit geretourd bij Shein. Als ik een te kleine bikini had, heb ik dat bijvoorbeeld aan mijn zusje gegeven. En ja, ik heb niks geretourd. Maar je kunt wel retouren. Het staat op de site. Je kunt perfect retourneren. Er staat ook alles bij wat dat je moet doen. Dus die mogelijkheid is er wel, mocht je dat willen doen. Dan als laatste krijg ik ook nog vaak de vraag als ik douanekosten moet betalen. Ik heb dat nog nooit voor gehad met Shein. Dus ja, ik heb echt nog nooit douanekosten moeten betalen. Ik weet dat sommigen dat wel hebben. Ik weet niet waarop ze dat berekenen. Maar ik denk dat dat ligt aan de hoeveelheid dat je bestelt. Ik bestel op Shein meestal ook wel altijd kleinere hoeveelheden. Dus bijvoorbeeld deze week 3 bikinis en volgende week koop ik er misschien nog eens 4 of zo. Omdat dan de douane dat niet tegenhoudt, omdat die kost van het pakketje niet te hoog is. Dus dat doe ik meestal, maar ik heb nog nooit last gehad van douanekosten. Oké, dat waren alle vragen. Let's go. En dan gaan we de bikinis bekijken. Als eerste heb ik dit rode modeltje aan. Ik zal hier opzij, ik zal opschuiven, dan zal ik hier opzij de bikini aanzetten. Dus deze rode had ik gekozen omdat die super schattig is met dit. Ik vind het echt leuk, zo met die touwtjes. Dat is zo eens wat unieker. En ook met die
rechte, dikkere bandjes. Dat vind ik wel heel mooi. Het broekje vind ik ook heel mooi, omdat het zo dunnere touwtjes heeft aan de kant. En ik hou persoonlijk van een Brazilian broekje. Ik heb graag dat dat van achter iets smaller is. Dus de bikinis die ik heb gekozen zijn ook meestal allemaal smaller van achter. Maar dat verkies ik nu eenmaal liever. Dat hangt van persoon tot persoon af. Dus ja, deze bikini, wat ik hier wel spijtig aan vind, is dat je de bandjes niet kunt verstellen. Dus van achter kruipt het wel zo een beetje omhoog. En anders moet ik hier trekken, maar ja, dan is er kans dat je misschien iets gaat zien. En dat willen we ook niet. Dus het had wel verstelbare bandjes mogen hebben. Maar voor de rest zit het wel heel goed stevig, heel goed vast. En ik vind het wel een hele mooie bikini. Als volgende heb ik deze gele bikini met witte puntjes op, witte bolletjes. Het broekje is iets breder als bij de rode bikini. En de zijkantjes zijn aan te binden, dus dat is wel heel leuk. Als je dan echt smal bent, kun je dat zo vast doen als je wilt. Als je iets bredere heupen hebt, kun je dat ook kiezen. En het topje vind ik ook heel leuk. Super mooi, super mooie kleuren. Ik hoop dat dit past, maar hier zien jullie als het mij past, ja of nee. Maar ik vind het wel echt een hele mooie kleur. Echt zonnig, super leuk voor op vakantie. Dan hebben we nog een gele. Ik hou heel veel van geel, dus ja, geel is wel echt mijn kleur. Ook weer zo om zelf te binden aan de zijkanten. Het broekje van achter is iets kleiner, zal ik zeggen. Dus dat vind ik wel heel tof. En dan het bovenstukje is ook heel tof. Hier heb ik wel het idee bij deze bikini van, gaat het wel goed op blijven zitten hele dag? Stel als je die bikini hele dag draagt. Want ik weet niet als dat naar onder gaat zakken, ja of nee. Maar ik denk het niet. Het heeft ook een dubbele sluiting van achter, wat ik ook kei tof vind. Want dat is weer extra bescherming. En dat geeft wel een mooi effect van achter. Beide twee bikinis, de gele en de gele met bolletjes, zijn trouwens ook bandjes. Want ze zijn strapless bikinis. En dan kun je ook wel bandjes eraan maken. Dus dat wordt erbij geleverd. Dan hebben we een zwart met witte bandeau bikini. Het topje ziet er zo uit. Deze is aan, redelijk strak aan mijn borsten. Geeft mijn borsten wel niet zo'n heel mooie vorm. Omdat dat zo plat en dan krijg je zo'n bult boven de borst. Maar ik vind het, ja, het printje op zich wel heel mooi. Heel tof, zeker voor een Ibiza zo in een strandbarretje vind ik het wel heel mooi. En het broekje is ook weer een klein broekje. Wat je aan de zijkant kunt binden. Dit is de achterkant. Dus dat vind ik ook weer super leuk. Next is een lichtblauwe bikini. Het broekje is weer hetzelfde. Dit is wel weer een high-waisted broekje. Je ziet het ook omdat dit een veel langer stuk is hier tussen de benen. Dus dit moet je meer over de heup dragen. En het topje is een beetje een twijfelgeval, want ik snap het idee van de bandjes niet goed. De bandjes gaan zo een beetje schuin. Dus het is meer denk ik voor op de schouder. Ik zou het mooier vinden als het off the shoulder was. Maar voor de rest zit de bikini wel best goed. Die zit heel goed stevig. Dit is meer een bedekkende bikini van boven. Maar vind ik ook wel eens zeer mooi. Alleen, ja, het enige is de bandjes. Het kan wel mooi zijn, maar toch. Het is zo eens een andere stijl. En ik weet nog niet heel goed wat ik ervan vind. Dan de laatste bikini die ik heb. Is deze met kersjes. Een witte met kersjes en ruffeltjes van onder. Wat ik hier heel leuk aan vind, is het gat in het midden. Dat geeft wel zo weer wat extra. Dat is een beetje meer sexy. Want het is op zich wel een beetje een, ja, hoe moet ik dat zeggen? Een kinderachtigere bikini, zal ik zeggen. Meer iets voor jongere meisjes van 14, 15 of zo. Het printje dan toch. Maar door het middenstuk vind ik wel dat dat kan. En dat dat wel sexy en vrouwelijk is. En het broekje is ook weer high-waisted. Een superleuk broekje met kersjes ook weer. En het is een high-waisted. Het is voor, allez, high-waisted niet echt, maar voor op de heup te dragen. Dat zie je tegenwoordig heel veel. Dus, maar ik vind dat wel echt heel tof. Dat geeft je lichaam wel een mooie
ja, ik vind dat je figuur dan nog mooier is, omdat je zo meer je heupen benadrukt. Dat was het voor de bikinis. Dan heb ik een jogging. Een joggingsbroek, een oud roze. Super cute. Wel zo'n lossere joggingsbroek, dus dat vind ik wel leuk. En dan heb ik ook nog een topje, een off-the-shoulder topje. Ik moet zeggen, het off-the-shoulder topje voelt wel redelijk strak. Het is wel een beetje strak voor mij, maar oké, het kan ermee door. Ik vind het wel een heel toffe combinatie. Het is anders dan een gewone jogging of een shoulder jogging. Het topje maakt het wel zo wat meer vrouwelijk en iets meer sexy om zo een huis aan te hebben. Next heb ik iets gekozen voor de festivals. Vond ik echt super mooi. Het is een playsuitje, een geruit. Het is ook echt zo'n meer flanelstofje. Het voelt zo een heel zacht flanelstofje. En dit moet je binden. Echt super leuk voor de festivals, vind ik. Zit ook super tof. Echt een heel tof playsuitje. De achterkant is één kleur. En ik dacht dit te combineren op een festival met bijvoorbeeld zwarte bikerbootjes. En dan dit erbij. En dan zo'n cool bandanaatje misschien of zo. Echt zo'n stoere outfit voor de festivals. Dat vind ik wel cool. Next hebben we een kaki groen playsuitje met bolletjes. Dat wou ik al lang. En dat heb ik nu eindelijk besteld. Het ziet er zo uit. Het heeft ruffeltjes hier van onder. Het heeft een off-the-shoulder mouwtje eigenlijk. Het heeft wel gewone bandjes en dan zo'n off-the-shoulder. En van voor een beetje uitgesneden. Het heeft wel een knoopje van voor om toe te doen. Dus dat is ook super tof als je niet te veel wilt laten zien. En als laatste van Shein heb ik dit super mooie blouseje. Het is een bolletjes topje. En hier van voor kun je dat aantrekken. Super leuk. Geeft ook weer zo'n super tof effectje op een shortje of zo in de zomer. Dit ga ik zeker meenemen ook naar Ibiza. Want dat gaat kei mooi zijn daar. En kei kleurrijk en kei fleurig. Vind ik echt ook weer een super geslaagde aankoop. Oké, zo. Dat was alles wat ik heb gekocht. Zoals jullie kunnen zien is het wel redelijk wat. Ik heb me best wel laten gaan. Nou, de prijzen op Shein zijn ook wel echt super goedkoop. Wat ik echt super tof vind. Want daardoor koop ik ook wel echt veel meer. Want ik ben zo wel iemand ook die denkt van, super tof blouseje of super toffe bikini. Maar ik draag die dan 2 of 3 keer of zo. Omdat ik graag nieuwe dingen heb voor foto's en op vakantie en zo. En dan is dit wel super tof, want je moet niet te veel geld daaraan uitgeven. Ik ben echt heel blij met mijn aankopen. Laat zeker in de comments weten wat jullie ervan vinden. Ik ben zeer benieuwd wat jullie van mijn aankoopjes vinden. Ik hoop dat jullie het ook tof vonden, dus zeker thumbs up.